Goedemorgen, broeders en zusters in de Heer. Op de selectie divine van woensdag van de 20e week van tijd door het jaar. Vandaag artikel 270. Een gevoel van aantrekking dat volkomen onredelijk kan zijn. Er is ook een gevoel van aantrekking dat volkomen onredelijk kan zijn. Bijvoorbeeld tussen twee mensen die zich tot elkaar aangetrokken voelen en die allebei dezelfde verslaving hebben. Het is dan nodig zeer waakzaam te zijn voor dit soort aantrekkingskracht, want het is de samenvoeging van twee zwakheden van dezelfde soort die uiteindelijk twee mensen samenbrengt. Dit gevoel van aantrekking is onredelijk. Het is geen medelijden of barmhartigheid. De ziel, bewogen door het verstand, wordt opgewekt door het verlangen naar God, met het oog op de liefde tot God en de naaste. Het is wat zijn wil zou doen handelen. Het verlangen wordt dus geboren uit de diepte van het hart en doet het overgaan in actie. Zoals we hebben gisteren ook een beetje gesproken in de andere artikel van de Liefregel van onze gemeenschap, we moeten onze gevoel onderscheiden. En een onredelijk aantrekkingskracht, is deze gevoel van aantrekking tussen twee mensen die dezelfde verslaving hebben. Mensen die verslaving heeft op alcohol of drugs of computer of gsm of iets anders, zullen ook mensen ontmoeten die dezelfde zwakheid heeft. En natuurlijk, ze beleven hetzelfde. En ze gaan ideeën uitwisselen en ze zullen bespreken over en ze zullen ook samen doen. Maar dat is niet de liefde. Dat is niet vriendschap. Dat is een aantrekkingskracht die komt uit een zwakheid. Maar niet een ware vriendschap, een ware liefde. In ware tijdigheid had de persoon niet laten groeien in zijn mensheid, in zijn geloof, als vader of als moeder of als persoon. En we moeten dat ook zien, dat kan ook gebeuren. En ook niet alleen met verslavingen, maar ook tekorten te fouten, in fouten. Als wij de tendentie hebben om te veel te spreken en ook slechte kritiek geven aan de anderen, aan de fouten van de anderen ook te zien en erover te spreken. Als wij ook te veel lief zijn met een gevoel en een bedoeling dat als wij lief zijn met de anderen, gaat zij ook ons graag zien. Zijn andere vermogen die wij kunnen ook beleven en hebben. En als wij andere personen ontmoeten die dezelfde vermogen, die dezelfde zwakheid heeft, zullen we zeker snel vriendschap sluiten. Maar omdat wij dezelfde zwakheid hebben. En we moeten dat ook onderscheiden. In de waarheid, in het licht binnenkomen. God, deze vriendschap, deze relatie, komt van u of komt van mijn zwakheid? Erken ik mijn fout? Erken ik mijn zwakheid? Het is een vraag die we kunnen
ook een hout stellen in ons gebed. Uit de profeet Ezechiël. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, hij moet een profetie laten horen tegen de herders van Israël. Hij moet een profetie laten horen en aldus tot hen, de herders, spreken. Zo spreekt God de Heer, wee de herders van Israël, die alleen maar voor zichzelf zorgen. Moeten de herders niet voor de schapen zorgen? Hij drinkt hun melk op. Hij kleedt u in hun wol. Hij slacht het wetgemeste dier, maar voor de schapen zorgen doet hij niet. Het verzwakte dier sterkt hij niet. Het zieke geneest hij niet. Het gewonde verbindt hij niet. Het verdwaalde brengt hij niet terug. En naar het verlorene gaat hij niet zoeken. Hij beheert de dieren met hardheid en geweld. Zo raken zij verstrooid, bij gebrek aan een herder. En zij worden de prooi voor alle wilde dieren van het veld waar zij verstrooid zijn. Op alle bergen en overal op de hoge heuvels dolen mijn schapen rond. Over heel de aardbodem zijn mijn schapen verstrooid. En er is niemand die naar ze vraagt. Er is niemand die naar ze zoekt. Daarom, herders, hoort naar het woord van de Heer. Zo waar ik leef, spreekt God de Heer, ik zal ze krijgen. Omdat mijn schapen geroofd zijn, omdat mijn schapen bij gebrek aan herder de prooi zijn geworden van alle wilde dieren van het veld. Omdat mijn herders niet naar de schapen hebben gezorgd en de herders alleen voor zichzelf hebben gezorgd en niet voor mijn schapen. Daarom, herders, moet hij nu het woord van de Heer horen. Zo spreekt God de Heer. Ik zal ze krijgen, de herders. Ik zal mijn schapen van hen opeten. En ik zal een einde maken aan hun zorg voor mijn schapen. De herders zullen zichzelf niet langer bewordelen. Ik red mijn schapen uit hun tanden, zodat ze geen prooi meer worden van die herders. Want zo spreekt God de Heer. Nu is het zover dat ik zelf naar mijn schapen ga vragen en zelf naar hen ga omzien. Woord van de Heer. Wij danken God. Ik kan niet zoveel zeggen, want het woord spreekt over zichzelf. De profetie van Ezechiël is tegen de koning, tegen de prins en tegen de beheersers van Israël. Zij zorgen niet voor het volk, zij zorgen niet voor de kudde, maar zij zorgen voor zichzelf. Met egoïsme, met slecht verlangen, met een verlangen om rijkdom te maken voor zichzelf, zorgen zij niet voor de schapen. En wie zijn de herders? Een vader van een gezin is een herder. Een moeder van een gezin is een herder. Een directeur van een school is een herder. Een priester is een herder. Een leider van een gemeenschap is een herder. Een leider van een gebedsgroep is een herder. En noem maar op. Ook om de regering, de mensen die daar werken,
die voor het volk moet werken, zijn ook herders. Hoe zorgen wij voor de kudde? Ben ik een herder? Ik ben bijvoorbeeld, persoonlijk ben ik verantwoordelijk van een missie in Tongerlo. Met twee schapen. Maar ik ben een klein herder van twee schapen. Ik moet opletten. Ik moet voor hen zorgen. Hun gezondheid, hun welzijn, de studies, de keuzes die zij zullen maken, ja, de band met de familie, de groeiproces in de gemeenschap, voorbeeld geven. Wij zijn kleinherders, ook van elkaar, ook bij een kring van vrienden. Ben ik ook een herder? Hoe zorg ik voor de kudde die God heeft aan mij toevertrouwd? Psalm 23. De Heer is mijn herder. Niks kom ik tekort. Hij laat mij weiden op groene velden. Hij brengt mij aan water waar ik kan rusten. Hij geeft mij weer frisse moed. Mijn schreden leidt hij langs rechte paden omwille van zijn naam. Al voert mij weg door donkere kloven, ik vrees geen onheil waar hij mij leidt. Uw stok en uw herderstaf geven mij moed en vertrouwen. Uw stok en uw herderstaf. De stok en de herderstaf in het woord van de Heer, vooral in het Oude Testament, betekent het woord van God, de belofte van de Heer. Zoals Mozes een stok had, een herderstaf had, dat was de belofte van Kana, van een belofte land, had hij zijn zekerheid in deze staf, in de belofte van de Heer. En de herderstaf voor ons is het woord van God. Ze geven ons moed en vertrouwen. Geven ons moed en vertrouwen. Uit het hele evangelie volgens Matthäus. In die tijd verhaalde Jezus volgende gelijkenis. Met het rijk der hemelen is het als met een landeigenaar die vroeg in de morgen uitging om arbeiders te huren voor zijn wijngaard. Hij werd het met arbeiders eens voor een teling per dag en stuurde ze naar zijn wijngaard. Rond het derde uur ging hij er weer op uit en zag nog anderen werkeloos op de markt staan, tot wie hij zei: had ook naar mij wijngaard en ik zou u geven wat billijk is. En zij gingen. Rond het zesde en negende uur ging hij nog eens uit en deed hetzelfde. Rond het elfde uur ging hij opnieuw uit en vond er weer anderen staan. Hij zei tot hen: wat staat hij hier heel de dag werkeloos? Zij antwoordden hem: niemand heeft ons gehuurd. Daarop zei hij tot hen: had ook hij naar mij wijngaard. Bij het vallen van de avond sprak de eigenaar van de wijngaard tot zijn rentmeester: roep de arbeiders en betaal hun uit, te beginnen met de laatsten en zo tot de eersten. Toen de arbeiders van het elfde uur kwamen, kregen zij elk een teling. Toen nu ook de eersten kwamen, meenden deze dat zij meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder de overeengekomen teling. Zij namen hem wel aan, maar begonnen tegen de landeigenaar te morren en zeiden: deze hier, die het last
die het laatste gekomen zijn, hebben maar 1 uur gewerkt. En hij stelt zich gelijk met ons, die de last van de dag en de brandende hitte hebben gedragen. Maar hij antwoordde een van hen: Vriend, ik doe u toch geen onrecht? Zijt gij niet met mij overeengekomen voor een denarie? Neem wat u toekomt in handen. Ik wil aan degene die het laatste gekomen is, evenwel geven als aan u. Maar ik soms met het mijne niet doen wat ik verkies? Of zijt gij kwaad omdat ik goed ben? Zo zullen de laatste de eerste en de eerste de laatste zijn. Woord van de Heer. Wij danken God. De parabel, de gelijkenis, spreekt over zichzelf. God, de Heer, had ons dezelfde salaris geven. En dat is de hemel. Het hemelse leven. Met hem. En diegene die geroepen is om hem te dienen, te beminnen, hem te volgen, Jezus Christus te volgen, zelf als zij, ja, later, in later roeping zijn, dat kan, met 30 jaar, 40 jaar, 50 jaar. God had ons dezelfde salaris, dezelfde loon geven. Dat is het leven in hem, het eeuwig leven. En God is deze landeigenaar die zoekt op elk moment van ons leven, zoekt hij ons. De mensen die zijn vroeg in de morgen geroepen, zijn de mensen die van kind af zich voelen geroepen om God te dienen, om Jezus Christus te volgen. Maar diegenen die zijn later, ja, op de zesde, in de negende uur geroepen, zijn mensen die in de kinderjaren of in de jeugd zijn geroepen. Zijn tieners, jongeren, die zijn ook door God geroepen om hem te dienen. En mensen die de laatste zijn geroepen, na 11 uur, zijn diegenen die al in de volwassenheid, met meer dan 30 jaar, geroepen zijn om de Heer ook te volgen. Maar die gaan dezelfde salaris krijgen. Hetzelfde salaris. Dezelfde loon. En het woord van God is trouw. En wat ik spreek niet alleen van de lezing, maar de kerkvaders spreken ook dat. Ook heilige Augustinus, Thomas van Aquino, die spreekt over deze gelijkenis en die verklaart dat de Heer roept. Als toen wij kinderen waren, zijn wij geroepen, maar wij hebben nog niet beseft. Daarna hebben wij gekozen om hem te volgen. Wat later. Ja, ieder van ons heeft zijn eigen verhaal. Maar wij zullen met God de Heer voor het eeuwig leven leven. En onze loon is deze nabijheid van God. Zijn liefde, zijn trouw. En wij zullen het gezicht van de Vader aanschouwen in zijn glorie. Dat is de dinari, de tingling die wij zullen krijgen. Kunnen wij vandaag ook verder bidden, verder mediteren en lezen met deze twee heel mooie lezingen uit de profeet Ezechiël en ook het evangelie van Matthäus. Kunnen wij ook deze dag bidden en mediteren.
Weet gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.